Met de kaartverkoop is het heel goed gegaan. We hebben eigenlijk de meeste kaarten al wel verkocht. Dus nog eventjes zijn we uitverkocht. Jullie hopen dus ook voor het festival uit te verkopen? Ja, dat hopen we eigenlijk wel. Het is niet helemaal gezegd natuurlijk dat het vandaag al lukt, maar anders zal het morgen vroeg wel komen. Wat is er dit jaar nou anders dan andere jaren? De opstelling van het terrein is anders. Je ziet, we hebben weer een open podium waar we zelf heel gelukkig mee zijn. Het terrein hebben we wat anders ingedeeld, wat compacter, wat naar onze smaak, wat gezelliger. En nu 4 podia in plaats van 5. Ja, waarom is daarvoor gekozen, voor een podium minder? Het laatste podium vorig jaar vonden we niet zoveel toevoegen dat we gedacht hebben van dat moeten we nog een keer doen. En het was ook eigenlijk voor het 25e jaar dat we toen 5 podia namen. Dat doen we normaal eigenlijk ook niet. Waar kijk jij het meest naar uit dit jaar? Waar kijk ik het meest uit? Naar de vrijdagavond, de Memphis Maniacs. Dat gaat heel mooi worden. Typhoon op het open podium, in de middag. We hebben even gezien wat ze op Ziggers hebben gedaan. Dat is echt magnifiek wat ze daar gepresteerd hebben. En natuurlijk weer een presentatie op het grote open podium.